Op de prijs van 1 miljoen euro die viroloog professor Dr. Osterhaus vorige week ontving, reageerde hij als volgt. Ik citeer. Het ene moment word je publiekelijk afgemaakt omdat je je schuldig zou hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. Het volgende ogenblik krijg je een pluim van 1 miljoen. Voorzitter, met het grootste gemak valt op de eigen websites van de organisaties het volgende te herleiden. Het NGI gaf die prijs aan het Virgo Consortium, waar het Erasmus MC en Vira Novativ op hun beurt weer onderdeel van uitmaken. En Osterhaus is dan weer de medeoprichter van Vira Novativ. Het is zoiets als een prijs geven aan jezelf. Osterhaus is een vervent verzamelaar van dubbele petten. Hij is het hoofd van ESWI, welke onder meer wordt gesponsord door GlaxoSmithKline en Novartis. In het advies van de Gezondheidsraad, waar Osterhaus niet stemmend lid van is en wat bevestigt dat de activiteiten van hem al helemaal niet zo belangeloos zijn, lezen we dat Nederland 34 miljoen vaccins kocht bij deze twee farmaceuten. Viroclinics van Osterhaus testte de vaccins en noemde het vaccin van GSK beter dan alle anderen. Minister Klink plaatste afhankelijk de orde bij Solvay, maar Osterhaus, en dan weer in de functie van directeur van het Nationaal Influenza Centrum, vond dat er voor GSK gekozen moest worden vanwege de immuunversterker. Dit voor zover de dwarsverbanden. Dan de reconstructie van de bestellingen en het handelen van minister Klink. Op 28 april zegt Osterhaus in Nova, ik citeer, geef de industrie nu de opdracht. 2 dagen later kondigde minister Klink in een persconferentie met aan zijn zijde Osterhaus, ik laat het u nog maar even zien voor herinnering, aan dat hij een optie had genomen op 34 miljoen vaccins. Een week later concludeerde de Gezondheidsraad dat er nog onvoldoende gegevens waren voor een goede beoordeling van de epidemiologische situatie. 6 weken later besloot de minister plotseling de optie op 34 miljoen vaccins om te zetten in een onomkeerbare order. Pas op 16 augustus, dus veel later, kwam het advies van de Gezondheidsraad. En toen bleek hoe prematuur de eerdere beslissing was geweest. Alleen risicogroepen zullen in Nederland worden gevaccineerd. De orde die de minister zonder officieel advies plaatste, dreigt ons nu op te zadelen met een enorm overschot aan vaccins, die door de toegevoegde immuunversterker mogelijk ook nog eens te zwak zijn, en een kostenpost tot 700 miljoen euro. Veel te vaak zagen we in de actualiteitenprogramma's de verkeerde app. Tot dinsdagmorgen. Minister Klink hield bij Goedemorgen Nederland een hakkelend betoog waarin hij uitlegde dat we niet meer dan 10 miljoen vaccins nodig hebben. Totdat hij toegaf dat de vaccins pas op zijn vroegst in januari en dus te laat er zouden zijn. Maar de farmaceutische industrie heeft de mega-orders wel lekker binnen. Daar verdient Osterhaus pas een pluim voor. Maar het is een blamage voor de minister.